Autonieuws met Ben van Tilburg. Ben, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we beginnen eerst met een, uh, een, een, een dodelijk ongeluk, met een tram. Kan je even nog uitleggen waar het over gaat? Ja, dat was vorig jaar oktober, hè. mensen zullen het nog wel weten. De... Er werd een groepje tieners verdacht van het duwen van een, een pol op de treinbaan, die ja. daardoor heel tragisch om het leven kwam. Een 15-jarige jongen was daar hoofdverdachte in. Die zou de fatale duw hebben uitgedeeld. Maar nu is, uh, dankzij het merk Tesla, uh, bewezen dat die jongen eigenlijk uh, toch geen blaam treft. En is het onderzoek uh, hiermee ook afgelopen. Leg uit. Uh, nou, ja, er was eerst natuurlijk een grote schande. Die jongen die. Uh, die zou die bewuste Pol uh, een deal gegeven hebben. waardoor hij onder die aanstormende tram terechtkwam. Maar nu blijkt dat er een Tesla geparkeerd stond. die zijn deskcams had aanstaan. waardoor er een uh, perfect beeld op de tramhalte was. Waaruit bleek dat de uh, bewuste, uh, ja, helaas overleden man. die jongens dermate lastig viel. Ook toen ze een aantal malen hadden gesommeerd om weg te gaan. bleef hij ze maar lastigvallen en achtervolgen. En toen ze bij de tramhalte stonden. heeft die jongen zo'n. Afwerende duw gemaakt van, joh, ga nou weg. Waardoor die man zijn evenwicht verloor. Hij bleek uh, uh, meer dan 14 glazen. Alcohol te hebben genuttigd. Oh. Waardoor die gewoon heel vervelend was. En, mm -hmm. uh, en ja, mede dankzij de dashcambeelden beelden blijkt nu dus dat die jongen vrijgepleit is. En uh, ja, het is niet van niks dat bij opsporing verzocht en dergelijke. ook vaak uh, deurbelbeelden. of dashcambeelden beelden van he, onder, onder andere BMW. heeft ze ook he, die, uh, die zogenaamde onboard-camera's. Ja. Maar ja, ze worden in dit geval dus nu ook als bewijs gebruikt. Maar bij Tesla staan ze eigenlijk altijd aan ook. He. Ze waarschuwen er ook voor. De Tesla's kijken de hele tijd in het rond. Dus ja. Probeer je niet in te breken, want de grote kans is dat je gewoon op de camera staat, dat ja. je gefilmd wordt. Nee, dat klopt. Maar mag het allemaal wettelijk gezien? Nou ja, de, de, ja, als je tegenwoordig een alarmsysteem laat monteren... met camera's buiten, dan mag er ook wat er ook gezegd... je mag niet op de openbare weg filmen. Aan de andere kant, als er dus iets gebeurt in de straat... vraagt de politie weer om die beelden. Dus... Ja. Nou, je, je mag de camera's niet ophangen om de openbare weg te filmen. Klopt. Maar je mag wel je erf beschermen en filmen. Ja. En als daar toevallig, dan, hè, toevallig een stukje openbare weg op staat... dan mag het weer wel. Ja. Je mag niet de camera dus daar nog ophangen... zodat je kan zien wat er de... gebeurt. Dus, worden er veel van die camera's uh, verkocht... of zit het standaard uh, tegenwoordig al in de, in de auto? Nee. nee, het zit er nog steeds niet standaard in. Het wordt wel heel veel verkocht. Hè. We, we kennen allemaal de filmpjes van uh, idioten op de weg, uh, vooral in Rusland en zo. Daar wordt het wel, is het wel gemeengoed. Nou, in Nederland kunnen ze er ook wat van hoor, Ja, ja. de ja. beelden. Ja, ja, nee, <laughs> ik zeker. Heb weleens, ik heb wel eens gekeken, maar het is vrij prijzig om zo'n cameraatje erin te, te hangen. Ja. ja. Als je hem uh, uh, origineel van het merk wil hebben. Maar je hebt tegenwoordig. Uh... Nee, maar ook bij de AWB, die, die, die verkoopt ze ook. Ja, maar dan moet je naar de andere website kijken. Dat duurt wel een paar oh. weken voordat je het dan binnen hebt. Maar dan heb je voor, uh, voor 100 euro heb je een goede dashcam die alles ook registreert en die ook steeds. Ja, nou ja, het is wel verstandig. Op het moment dat je een, een, een ongeluk krijgt of veroorzaakt. Dat kan, of... kan verhelderen. Dat kan zijn. het zijn, zeker verhelderend zijn. Iets anders dan. BMW. Is BMW een elektrisch merk of een uh, gewoon standaard merk? Nou, elektrisch doen ze het niet zo goed, heb ik op gegeven <laughs> Nee, nou, weet, nou je, je zegt dat precies goed eigenlijk. Hè. Vroeger, de, de autobouwers, ik heb, uh, haast, je zou haast medelijden krijgen met het management tegenwoordig. Want aan de ene kant wil elk merk wil zich nu uh, profileren... door een goed elektrisch product in de markt te zetten. Terwijl ze van origine is natuurlijk een merk met historie. Hè. BMW, Mercedes, uh, Audi, Volkswagen, noem ze allemaal maar op. Rolls-Royce. Uh, ja, nou ja, inderdaad. Uh, uh, de Amerikaanse merken met hun muscle cars en dergelijke, die... Uh, ja, dat waren toch de performance merken. Hè? Dat is uh, uh, de, voor, voor de petrolheads en al dat soort dingen. Maar ja, nu, onder, de, onder de druk van de publieke opinie, moet iedereen toch naar het elektrisch toe. Ja. Dus ja, uh, aan de ene kant willen ze zich blijven identificeren met het, uh, het, uh, het, het, het stoere en sportieve merk wat ze vroeger waren: een merk als BMW. Ja, en nu zit er aan de andere kant van het management een, een team dat zegt: van jongens, uh, die V8 en, en die, uh, die zes cilinders moeten er allemaal uit. Dat kan niet meer vanwege het milieu, hè? Nee, dus je, ja, vandaar ook dat merken als Tesla, Link en Co., eh, die Chinezen die in opkomst zijn, die hebben geen brandstofachtergrond. Die eh, onze eigen Lightyear, hè, die op zonne-energie-autos maken. Die hebben gewoon een ideologie ja. van schoon. En die, die beginnen daar ook gelijk mee. Dus ja, er is niet een. Een oud zeer wat weggewerkt moet worden. Of als je, met alle respect tegenwoordig, als je zegt van ja, maar ik heb, een, ik heb een, een Dodge Ram, ik noem maar iets. Oeh, een V8 kan dat nog wel. Als je zegt ik rij in een BMW, ja, is een hybride hoor. Oké. Okay. En niet in een vervuilende diesel. Je, je moet je haast verontschuldigen. Ja. Maar er zijn nog wel wat kinderziektes bij BMW. Hè? Ik bedoel, ze zijn net begonnen. Een paar jaar zijn ze bezig met het elektrisch. Dat hybride, dat heeft ook nog wel zijn ja. opstartproblemen. Ik, ik ben ervaringsdeskundige. Dat hybride systeem, met name de 3-serie, dat is echt niet fijn. Dat is niet oké. Okay. Maar ze brengen wel steeds een hele nieuwe lijn uit. De nieuwe i4 bijvoorbeeld, dat is eigenlijk toch een sportwagen met een behoorlijke uh, elektriciteitsmotor erin. Ja, nee dat klopt. Als je, je moet er ook niet raar van opstaan te kijken als je eind van het jaar bij het merk uh, Kia bijvoorbeeld naar binnen stapt. Dan hebben ze nou een, uh, een GT versie van de i46 gemaakt. Uh, die gaat in 3,5 seconden naar de 100. Ja. Nee, dat zijn dezelfde cijfers als een uh, Audi RS6 bijvoorbeeld. Mustang uh, doet het ook, hè? Ja. Mustang heeft ook nu een, een uh, X uitgebracht, ook. Die Mustang Mac uh, E. Daar komt nu ook een zwaardere versie van en ook een wat dikker aangeklede. Maar ja, maar we, we zitten nu bij 80.000 euro. Ja, ja, ja. Maar we zitten nu midden in. Uh, uh, met die switch van, 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 van brandstof naar elektriciteit. Daar zitten we midden in. Dus ja, ja dan heb je kinderziektes. Maar je hebt ook. Uh, de, de ene merk gaat wat harder motor, Ik denk, als we over, ja. over een jaar of vijf, zes kijken, dat, het, dat de, de hele autowereld heel anders ziet in elkaar. Stehen. Nou, dat is 100%. Weet ik zeker. Ja. Oké, okay, nog eventjes die paardenkrachten. was ik wel heel benieuwd naar. De paardenkrachten naar de weg via een paar de bloemen. Ja, nou normaal, hè, de, de banden, daar gaat het dan even om. Hè, dus de, het overbrengen van het vermogen naar de weg, dat gaat dus normaal gesproken, wordt dat via de banden ja. overgebracht. En eh, banden worden veelal gemaakt van dus de, de rubberbomen. Ja. Alleen eh, die worden veelal gekweekt in tropische orde. Moeten zeven jaar groeien voordat het rubber eraf getapt kan worden, zeg maar, die vloeistof. En nu heeft de Amerikaanse Defensie zijn proeven aan het doen met paardenbloemen. En blijkt dat daar dus dezelfde extracten uitgehaald kunnen worden. Zijn veel sneller leverbaar en groeien op veel, uh, veel meer bodemsoorten en dergelijke. Dus ja, voor de toekomst. Maar je dus hebt er worden al... de banden gemaakt van paardenbloemen? Juist. Je hebt wel iets meer paardenbloemen nodig dan een rubberboom, denk ik, hè? Uh, Dat klopt. Maar ja, goed, aan de andere kant, ze kunnen ook over heel de wereld groeien. En ze zijn binnen zes maanden klaar. Boete, wanneer een auto vol is bij de laadpaal. Sinds een uh, anderhalve week wordt er in één keer heel veel over gesproken over dit onderwerp, Ben. Ja, nou het was uh, niet geheel toevallig. Uh, vorig jaar was het het woord van het jaar in de, bij de dikke van Dalen. de laadpaalklever. Oh, ja. En uh, <laughs> ja, het is natuurlijk een uh, grote ergernis van mensen die een elektrische auto hebben. En je wil op dat moment laden. Je gaat kijken op je navigatie van waar is die uh, alleen beschikbaar. En dan zie je dus dat er, nou ja, bezet, bezet, bezet. En dan ga je kijken. En je kan dus aan de buitenkant zien aan het groene lampje of blauwe lampje hè, of die je aan het laden is en groen is gewoon klaar. Dus ja, dan hoop je maar dat zo iemand uh, even aan het winkelen is en gauw weer terugkomt. Maar Meestal dat... krijg je op je telefoon, dan heb je de app geïnstalleerd ja. en dan zie je dat die vol is. Ja. ja. En dan is het maar net of je de beleefdheid hebt en het fatsoen om te denken ik haal mijn auto er even weg, want ja. Uh... Ik heb, ik heb zelf een keer gehad bij de soldaat van Oranje. Als je daar uh, uh, hartstikke mooie voorstelling, natuurlijk. Die uh, iedereen al wel, de meeste mensen al wel gezien zullen hebben. Maar er staan mm -hmm. twee laadpalen. En toen ik dus even in de pauze daar ook even naar buiten liep, zag ik inderdaad ook een Mercedes staan. En die, uh, ik moest ook laden, maar er stonden er twee aan. En allebei waren dus uh, vol groen. Of uh, sorry, uh, die waren groen, die ja, waren ja. dus uh, Klaar. geladen. En uh, maar op dat moment kwam er ook iemand naar buiten. En die... De man stond zich reed je er ook en die zegt: Wilt u oh, die auto's voor mij? Ik zeg: Nou, zou heel fijn zijn. Oh, geen probleem. En ik denk: Nou, blij dat hij toevallig even naar buiten liep. Ja. Anders blijft hij de hele ja. voorstelling gewoon staan. Ja. En ik hoorde toen ik hier naartoe reed: je zeggen van er is geen gemeente die erop handhaaft. Nou, toch wel. In, oh. Noord, gemeente, in Noordwijk was er nou iemand. En die man heeft het aangevochten. die kreeg een bekeuring van 95 euro. Voor het feit dat hij dus bijna twee uur. Extra aan die laadpal had gestaan. En die man die ging dat aanvechten. Maar die is toch in het ongelijk gesteld. Want uh, ja, die bekeuring was wel degelijk. Daar. Maar hoe doe jij dat, Arnoud? Dan? Want je staat hier voor de deur. Ja, dan is die geladen ook. En we wij hebben, wij hebben genoeg laadpalen. Dus dan, dan hoef je hem niet direct weg te halen. Maar als je weet dat je op een openbare plek staat. Ja. En je, zou, hè, je houdt dat vaak bij, even bij, bij bij attractieparken ook. Dan staan ja. er een aantal palen. En die palen die staan meestal vooraan. Dus iedereen is een beetje gebrand op zo'n laadpaal als je een elektrische auto hebt. Maar wat van de weekend ook weer, zie ik een, een, een tweet voorbij komen. Uh, staan er gewoon fossiele auto's gewoon op laadpalen? Ja. Weet je, als er geen plek is, oh, dan zet hem daar neer, want de plek is over. Nou, klopt ja, dat, wat je... dat is gewoon hufterigheid. En wat je net zegt, hè, van staan, de laadpalen staan vaak op hele mooie plekken. Ik ken hotels in Nederland, dan staan de laadpalen dichter bij het hotel ja. dan de plekken voor een is. Maar is het dan dat dan niet, gedaan, niet... Nee, je, hebt een, je hebt een app erbij en je, woord, je zegt altijd: er wordt aangegeven als die vol is, dat je een berichtje ja. krijgt van hij, hij is vol. Dan moet gewoon een alarm op zitten. Dat, je, dat ja. je gewoon om de drie minuten of twee minuten gewoon uh, een grote bel krijgt van uh, haal dat ding weg. Nou. Uh, je zou de, de laadboxen zou je nog beter uit kunnen rusten met een displaytje erop. Hoe lang? het al geleden is toen de laadpaal uit is gegaan met laden. Dan zie je op de, op de box dus hoe lang uh, de auto daar al staat zonder er geladen te worden. Dan, dan heb je ook een beetje een sociaal... Want de handhaven, ja, dat is, dat is logisch, maar... Dan moet er weer iemand langs, die palen gaan. Ja, klop, ja. Dus dat is ook zo'n ding. Ja, en anders is het advies wat Van der Valk nu doet, zet die palen... Op minder uh, mooie plekken neer. Zet ze gewoon helemaal achteraan. Ja. Degene die wil laden, gaat daar toch wel staan. Maar de meeste je moet wel, bij IKEA Utrecht, overal ja. zijn al die laadpalen Vooral. allemaal vooraan. Dus ja, het nodigt ook uit om het te gaan staan. Even snel iets halen, even snel iets terugbrengen. Hey, maar eigenlijk is de, de betere oplossing wat Tesla eigenlijk doet. Uh, als zo de auto daar vol is, dan krijg je nog een paar minuten, misschien een kwartiertje, overlap. En daarna gaat de teller lopen 50 cent per minuut dat hij er. Aan blijft staan. Okay. En dat loopt, zelfs op dat, een naar een, dat loopt zelfs op naar een euro. Dus als alle laadpalen bij Tesla bezet zijn bij zo'n park, dan, en je staat er te lang aan, dan gaat die automatisch door. Dat vind ik een goed plan. Ja. Dat betekent okay, dat je 24 uur, uh, de, de, even als voorbeeld, extreem. Maar dan ben je dus meer dan 700 euro lichter voor het ja. feit dat je hem daar hebt laten nou ja, staan. Je zet hem maar een nachtje neer, weet je wel. Dat je s'avonds ja, s ja. terugkomt, je zet hem op de. Ja, dan moet je, dan moet je gewoon gaan betalen in de nacht. Ja, gewoon en dan voelen de mensen het zwaar in de portemonnee. En dan kijk anders voor het weer, kiezen of delen. Als je bijvoorbeeld naar het uh, Lauman Museum, wat overigens een prachtig museum is, het auto uh, automuseum. Oh. Ik vind het, het mooiste museum van Nederland. Maar dan, ja. moet, je, dan moet je in de kelder moet je parkeren. Dat kost 6 euro of zo, of 10. Uh, en daarnaast is een tankstation met drie laadpalen. Nou, slimmerikken, wat doen die? Die zetten hem eraan op, zijn, op het allerlangzaamste uh, laadprogramma. Gaan vervolgens lekker naar de overkant, naar dat museum. En blijven daar gewoon 2,5 uur rondlopen. Ja. En die auto's staat ja. gewoon 2,5 uur te laden. Maar ja, dat zijn de slimme rekeningen. Oké, okay, Tesla doet het wat dat betreft. We gaan eventjes naar de tankbeurten in uh, 2030. Het duurt nog eventjes, maar dan zijn ze gehalveerd. Dat betekent dat er meer mensen elektrisch gaan rijden. Ja, de, de verwachting is, in 2030 mogen er in Nederland geen benzine- en dieselauto's meer nieuw verkocht worden. Nee. Maar dat dan ook echt 72% van alle verkochte auto's een elektrische is. En de rest is dan waterstof of nog een, uh, misschien die, die light year. Hè, dat dat zonne-energie uh, gebeuren. Maar ja. Um, dat is natuurlijk slecht nieuws voor de houders van de tankstations. Maar de verwachting is inderdaad dat het uh, met name de diesel en ook de benzine, dus dan uh, echt gehalveerd zijn qua. Uh Qua brandstof eigenlijk. aantallen, ja. ja, ja. ja maar ja, daarom zie je nu de tra transitie dat de meeste tankstations... al aan het voorbereiden zijn op elektrisch. Ja. En, en in hun achterhoofd met waterstof, denk ik, ook al bezig. Ja, precies. Ja, en snel, snel tanken. Snel. Ja. Elektrisch uh, snel tanken. Ja. ja, nou ja, weet ja, je, er, je zijn nu, uh, er zijn nu 400.000 uh, elektrische auto's in Nederland. Er zijn 88.000 uh, laadpalen. Dus ook weer even terugkomen net op het fenomeen laadpaalkleven. Uh, uh, ja, je, hoeft niet, je niet iedereen, 70% van de mensen in Nederland heeft geen mogelijkheid om thuis op de oprit uh, te laden wat dan ook. Dus ja, uh, die transitie heeft zich nu ingezet. En dat, ja, uh, de verwachting ja. is dus straks minder diesel, minder benzine. Ja. Nou ja, en de infrastructuur moet ja. veranderd worden. En er zijn ja. een hoop mensen die zitten wel over zo'n elektrische auto na te denken. En die denken van, oh ja, we krijgen ook nog die, die subsidie. Maar is die subsidie er eigenlijk nog wel? Uh, nou, het gaat nu heel hard. Uh, afgelopen week is er voor 3 miljoen euro uh, weer aangevraagd. Uh, ja. Wij hebben zelf nu het... Uh, en daar was mijn vrouw niet blij mee, want wij hebben ook een elektrische auto en een klant die vroeg van joh, kan ik zo'n auto een keer zien, een keer bekijken? Nou kom maar, is deze niet te koop? Uh, alles nou, is te koop. Nou ja, uh, <laughs> dus ik heb niet zo'n beste paar dagen gehad, maar uh, in principe is uh, is alles te koop. Dus ik heb maar een bedrag genoemd dat ik dacht van, nou ja. Uh, Hopen dat ze het niet doen, maar ze deden het wel. Heeft ook te maken met het feit dat je nu een elektrische auto wil kopen, die je minimaal een half jaar moet wachten nog steeds vanwege chiptekort in de wereld. Een jaar. Ja. Ik was van de, van de week bij een garage van een Frans merk. Ik zei: wat is de leeftijd? Een jaar. Ja. Zonder blikken of blozen. Ja. 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 Met andere woorden, dat is uh, ontmoedigingsbeleid. Maar, uh, maar dan is inderdaad die interessante auto van een, uh, deze was dan anderhalf met 20.000 kilometer. Een demootje of zo. Ja. En 2.000 subsidie gelijk. Dus toen was het rekenen. En, uh, ja. en vergeet de import niet. Hè. Er zijn heel veel leasemaatschappijen die ook wel weer ja. van hun auto's af willen. En dat zijn uh, auto's vanuit het buitenland met een paar kilometers erop. Is meer dan interessant tegenwoordig ja. ook weer. Dus. Oké, okay. goed. Dat was het voor deze week. Hè. Dankjewel. Tot Net volgende week.